Dames en heren, welkom bij een nieuwe Besiege video. Vandaag gaan we een vliegtuig maken. Dan hebben we als eerste nodig al voor een vliegtuig op Besiege is hout. We hebben sowieso een propeller nodig van voor. Dus ja, eens kijken. Voor een propeller. Eerst gaan we van die houten dingen pakken. Goed, het mag niet te lang zijn, want anders kunnen we niet goed vliegen en is hij instabiel. Ook zoiets, een propeller om naar voren te gaan. Die gaan we onmiddellijk al zo zetten. Eens zien hoeveel naar voren kan gaan. Oké, tot zover lukt het nog. Goed, we gaan ook wielen erop zetten. Een wiel en voilà. Nu pakken we de vleugels. De vleugels mogen niet te veel naar voren, maar ook niet te veel naar achter. Want anders begint het te trillen en gaat het kapot. Ik spreek nu uit ervaring, want het is al veel gebeurd als ik eens een keer iets maak met vleugels. Goed, nu gaan we eens kijken of het al werkt. Maar moeten we eerst ook iets naar omhoog hebben. Dus we pakken er zo twee. Die mag naar voren. En die mag naar voren. Die ga ik iets hoger zetten. Dat is belangrijk. En aangezien wat ook vaak gebeurt, is dat hij te veel naar boven gaat. En dan valt hij. Ik zal die stolen. Wat er dan gebeurt. Als je te veel naar voren gaat, dan valt hij achteruit. Dus wat gaan we daarvoor gebruiken? Is heel simpel. We pakken een propeller en we zetten die er omgekeerd op. En we geven die ook eentje naar beneden. En we zetten die op zwaar. Wacht. Opnieuw. En dan krijg je dat hij naar voren gaat. Precies een paard als stijgert. En zo kun je toch vliegen. Wacht, ik denk dat het beter is als ik mijn wiel iets meer naar voren zet. Want dan kan ik deze ook meer naar voren zetten, want ik denk niet dat het een goed idee is om dat niet daar te zetten. Dus, voilà, mijn wiel kan daar. Naar hier en naar beneden. Dat gaat veel beter zijn. Nu, wat gaan we nu gaan doen is, ik vind wel dat ons vliegtuig naar links en naar rechts moet kunnen. Logisch. Dus, wat gaan we doen? Eentje naar links en eentje naar rechts. Goed, en dan normaal gezien is ons vliegtuig nu al klaar. En gaat hij nu kunnen vliegen. Normaal gezien. Heb ik iets verkeerd gedaan? Ah, wauw. Oh, ik heb hem te lang gemaakt. Dus. Zo. Nu gaat hij vliegen, want hij is groot genoeg. Allee, waarom lukt het niet? Heb ik iets verkeerd gedaan? Eindelijk, hij vliegt. Niet meer. Goed, nu ga ik even oefenen om hier goed mee te kunnen vliegen. Want hij is een beetje knuffeleren met deze vlieg. Oké, ik ben terug. Ik heb een beetje te oefenen, dus. En ik heb ook een beetje aanpassingen gedaan. Dus ik heb hier van achter ook een propeller geplaatst. Ik weet niet of je al dat gedaan. Ik heb ook een versterkt. Ja, die van achter wat verzacht en die van voor wat versterkt. Omdat dat beter gaat zijn. Ik heb dit ook al versterkt op 125. Ik zal alleen wat nabouwen. Ja.
En ik vind dat het nu al veel beter gaat, hè. Dus we gaan eens kijken. Dus, zo kun je vliegen. Ik ga proberen. Nee, ik ga niet proberen zonder die. Dat gaat toch vliegen. Nee, nee, nee. Oh, dit is moeilijk. Je ziet dat het nog niet zo 100% is, maar ik kan wel vliegen. Ja. Dus als jullie dit ook willen nabouwen, het is wel niet zo makkelijk om mee te vliegen, maar ik ga het proberen zo. Gewoon het opstijgen is gewoon het moeilijkste. Vanaf dan is het makkelijk. Dus je gaat een beetje naar beneden. En dan ga je zo vliegen. Met een beetje naar links. Als jullie zelf obesiets hebben en jullie willen weten wat mijn fout is, of als jullie kunnen weten, als jullie een tip hebben voor wat ik fout doe of zo, waardoor dat zo moeilijk is, zeg het. Alsjeblieft. Want er is echt. Kijk. Nee, nee, nee. Mijn vleugel is eraf. Oké, nieuwe dingen. Zo lang mogelijk zonder vleugel rijden. Vliegen. En nu op 120. Nee, op 200 dus. Oké. Oké, ja, kijk, okay. Nee, is mislukt. Oké, nog eens, nog eens, nog eens. Nee, dit is wel leuk. Oké, okay, oké, okay, dit gaat lukken, dit gaat lukken. Yes, yes, yes. Nee, nee, toch niet. Ik vlieg gewoon veel te snel. Ik vlieg nog eruit. Oké, wacht. Kijk nu. Laatste. Ja, 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 ja. Yes. Nog één keer. Dit is al de laatste keer. En dit is verslavend. Hey. Gewoon er zo invliegen zo. Oh, dat is kei leuk. Maak het kamp kapot. Goed, dus ik ga op. Oh, ik ga op het dorp vliegen. Ik ga op het dorp vliegen, man. Nee. Besturen. Nee. Serieus. Goed, bedankt voor het kijken. Als jullie nog tips of tricks hebben. Kun je dat liefst altijd zeggen, Als jullie nog games hebben die ik kan spelen, kun je altijd zeggen, ik luister trouwens. Gelijk deze game was ook op aanvraag van iemand en nee, het is kei leuk. De volgende keer ga ik hier een bommenwerper van maken, dus dan gaan we eigenlijk gewoon hier een bommetje opzetten. Dus ik ga een bommetje tonen wat een bom is. Dit is een bom. Voilà. Een bom op hoofd. Hij maakt hele dingen kapot. Goed, bedankt om te kijken. Als jullie dit leuk vonden, geef dan een like. En abonneer als jullie het ook leuk vonden. Trouwens, bedankt voor de 50 abonnees. Ja. Bedankt. Kan je daar nog over zeggen? Maar niet echt. Dus wel echt bedankt. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.